Ik heb een brief van Anita en zij heeft last van vergaderverschrikking. Ken je dat? Dat is wel heel erg vergaderverschrikking, ja. Mm-hmm. Maar Rob, wat is eigenlijk een vergadering waar de meeste mensen blij van worden? Nou, een vergadering die niet doorgaat. Ja, dat heb ik wel eens gehad, ja. Heerlijk, lukt wel op. Je denkt, ah, meer tijd. Ja. Er moet wel vergaderd worden. Ja, helaas wel. Heb jij tips om daar iets aan te doen? Nou ja, ik kan je 3 tips vertellen uit mijn training Je Voornemens de Baas. Dat gaat over zelfmanagement en time management en om beter communiceren met elkaar. De eerste tip die ik je wil vertellen is wissel eens van voorzitter. Mensen die het leuk vinden om een keer voorzitter te zijn, laat die eens een keertje voorzitter zijn. Mm-hmm. En zo kun je van elkaar leren hoe je toch beter en efficiënter je vergadering kan krijgen. Oké, okay. Tip 2. Tip 2. Een hele resolute is schaf die rondvraag nou eens een keer af. Oh ja. Herken je dat? Aan het einde van de vergadering denk je, nou, ik kan bijna naar huis, het laatste punt is behandeld en dan komt de rondvraag. Ja, dan komen er een heleboel dingen. En mensen met nieuwe agendapunten, die je dan beter op die volgende vergadering kan zetten. Ja. Ja, en als het zo belangrijk is, waarom ga je van tevoren niet met de voorzitter praten om iets op de agenda te krijgen? Zodat het tijdens de vergadering behandeld wordt in plaats van tijdens de rondvraag. Oké, tip 3? Tip 3, houd eens een keer je mond. Moet je over iedere mening jouw mening nog een keer geven? Misschien in plaats van 10 keer je mening geven, dan eens een keertje 3 keer je mening geven. Het scheelt toch 7 keer. Ja, een keer 10 personen. Wat levert dat dan op? Nou, een heleboel stilte. En rust. Oké. Okay. Interesse in deze training van Erik. Push the button. En we houden je op de hoogte.